Morgen kom net uit de douche. We gaan Mila bij de opvang droppen. En dan vliegen we naar het ziekenhuis. Voor weer een ingreep op zijn rug. Zelfs als vorige keer. En we zijn weer in het ziekenhuis. Ik wacht alleen maar op zijn ingreep nu. Dus ik zie niks. Ziekenhuis vibes. Ziekenhuis vibes. Ah. Vinnie, voor pingen. Ja, daar is Fuski. Hij heeft weer zijn dingetje gehad. Hij moet nu rusten hier. Ja, net, Weer zo'n plaat tegen je benen en onder stroom. Nee, dat is niet goed. Dus ze hebben geen plaat gedaan. Maar ik denk omdat het... Omdat ik, ja, kijk wat ik aan heb. Doen. En tot waar het moet gaan. Ik moet toch meteen gaan. Ja. Maar, ja. Zal ik even crack, crack Nee, gewoon. Gewoon. Oké, okay, go. Hij kan recht lopen. Zwart van. There we go. En wat is staan? Morgen. Zag ik. Kijk. Nee, morgen is het. Oké, food snacky. En dan. Ik heb dus geleerd dat als je aardbeien wast, dat je dat altijd met dat groene dingetje moet doen. Want als je dus die er afsnijdt en daarna wast, dan zuigt de aardbei water op. En die tip ben ik nooit meer vergeten. Ik weet niet, iemand had volgens mij bij de comments gezegd. Ja, ik denk iemand bij de comments. En sindsdien, forever, was ik zeg maar zo. Zo, en dan daarna pas ga ik zeg maar het kroontje eraf halen en het eten slash in een glaaspakje doen en zo. Geitenkaas met een beetje honing en rucola. Oké, ik ga nu naar Den Haag, want Gregor moet daar notaris dingen doen. Maar hij kan niet rijden, dus ik ga hem rijden. Maar ik heb de laptop mee, maar dan kan ik werken. Gewoon. We staan geparkeerd hier zo. Dit is een van onze favoriete stops langs de weg. Ik weet niet eens hoe dit heet, maar het is die stop tussen Amsterdam en Den Haag. Schiphol stop. Ding. Ja, het is geen Schiphol. Het is geen Schiphol, maar je hebt hier La Plas. Het is altijd gewoon die bij Schiphol. Ja, ah, ja oké, is goed. De buit. Ik heb een kleine salade. Je kan zeg maar een kom nemen. Dit is klein, dit is medium. Ja. En ik vind medium echt groot. Het lijkt niet groot, maar als je er eenmaal aan begint, is huge. Mm-hmm. En dan heb ik linzensoepje klein en een aardbei kokos drankje. En Fofsky heeft een barbe yoghurt en tomaat. En medium salad. En dit uitzicht is toch echt, dit is fantastisch. Kijk, ja, ah ja, vliegtuig erboven. Zie je, we zijn bij Schiphol. Ik zit bij Gregor's moeder thuis te werken. En zij zijn allemaal weg naar een afspraak. Soort van, het is zo gek, ik doe mijn eentje in haar huis. En dat voelt dan zo... Ik voel me dan echt weer zo'n klein kind die niks durft aan te raken. Terwijl, I know, weet je wel, we zijn echt al 20 jaar samen. Ik kom hier al 20 jaar. Maar toch, het is toch gek of zo. Je blijft toch een soort van... Ja, weet je wel. Alsof je bij de ouders van vriendinnen thuis bent of zo. Vroeger, weet je wel, dat je bij iemand thuis kwam en dan... Oh, is iemand anders huis? Moet heel voorzichtig doen en zo. Maar goed. All good. Ik heb net een TikTok gepost. Na 100.000 jaar. Er was zo'n filter met rood haar. Dus die had ik gepost. Dat is die. En mijn post daarvoor is echt van een half jaar geleden. Kijk. Rood haar. Ik vind dus rood haar. Ik weet nooit wat ik met freaking TikTok moet. Ik vind het super fascinerend. De marketing erachter. Ik verdiep me erin. Ik vind het heel interessant. Maar ik denk dat ik bij mezelf een beetje ontdekt heb. En dat kan je misschien een beetje zien aan het feit dat ik dus nooit clickbait titels doe. Ik hou gewoon niet van, zeg maar, echt niet van content maken voor de views. En dat heb ik gewoon nooit, ik heb dat nooit gedaan. Dat is nooit een drijver voor me geweest. En dat merk ik nu aan alles. Dat bijvoorbeeld dat je trends hebt bij TikTok en dat soort dingen. Dat het heel erg is van de technieken. En dat, maar dat ik soort van iets in me wil het niet. Want ik wil, ja, ik wil gewoon puur dat mensen je volgen omdat ze jouw content leuk vinden. Ja, het is heel moeilijk uitleggen. Maar dan, zeg maar, weet je wel, natuurlijk heb je strategieën. En ik heb ook wel strategieën waar ik mee werk, maar... Het is een soort van... Je moet het heel leuk vinden. En ik vind het heel leuk. Maar het is niet dat ik denk van... Ja, maar ik ga nu een soort van serie daarop beginnen. Puur omdat ik dan meer volgers krijg. Maar...
Voel je dat? Dat is letterlijk mijn lichaam die tik gaat. Ik moet het ook maar zien als een soort van dump platform. Maar dat heb ik ook al bij mijn stories. En dat heb ik ook al bij mijn vlogs. Ik dump daar mijn gedachten in, zeg maar. En er zit niks achter verder op dit moment. Er zit hier geen strategie achter dat ik dit nu dump bij jullie. Dit probleem of zo. Ik weet niet. Ik ga verder met werken dag. We zijn lekker pannenkoeken aan het eten. En kijk eens, dat eierdopjehoudertje is perfect voor dit. Oeh. Hey guys, het is al laat. Ik soort van... Even een momentje niet gevlogd, maar ik heb eigenlijk de hele tijd achter de laptop gezeten. Want ik ben helemaal in de AI dingetjes hoe je je video's zo kan editen. Dat je stukjes eruit kan halen voor op social media en zo. En ik heb dat nooit gedaan. Again, dit is echt zoiets, soort van, mijn gevoel zegt dan. Ja, maar ja, weet je. Nee, ik moet echt kappen met mezelf tegen. Ik moet echt, zeg maar, een soort van business sessie met mezelf doen. Met waarom wil ik bepaalde dingen niet delen of pushen of whatever. Terwijl iedereen het doet. Maar ik doe dat dan niet. Want heeft het met self-worth te maken of zo? Weet je zo. Ik weet het gewoon even niet. Maar ik ben in ieder geval. Anyway. Ik heb heel veel geeky stuff gedaan. Dat is mijn favoriet. Dit is echt. Daar leef ik voor. Maar het is nu 11:15. En ik ga lekker naar bed. Ik ben wel echt mijn best aan het doen. Met meer self-care. Qua dat soort dingen. En mezelf een beetje weer aan het terugvinden daarin ook. Dus ja, ook gisteren mijn vision board afgemaakt. Het is in ieder geval heel erg veel meer gefocust op routine, self-care, rust, regelmaat. Dat betekent dus ook op tijd naar bed gaan en jullie weten hoe ik ben. Dus ja, alright, wel trusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.